Improvisatie-interview met Richard Pothoven, undercover agent. Goedemiddag, hallo. Goedemiddag. Met wie kan ik hier de hand schudden? Met Richard. Je weet wel, je bent in het programma waar we dagelijks eigenlijk iemand even laten zien. Zomaar willekeurig persoon van de straat. En we willen gewoon even kijken wat die persoon doet, wat voor werk. En zeker in deze jaren is het moeilijk. Wat is jouw werk? Mijn werk? Ik werk in de recherche. In de recherche? Ja, ik werk in de recherche. Nou, dat als ik jou zo zie lopen, zou ik dat niet zeggen. Nee, dat weet ik. Nee, ik werk ook nu undercover eigenlijk. Undercover? Ja, we zijn op zoek naar een of andere interviewers die denk mensen kunnen interviewen in zijn auto. Zo'n persoon. Oké, en dan ben je ben je al goed op weg in die zaak? Of? Nou, we denken dat we dichtbij in de buurt komen, zullen we zeggen. Oké. Nou, dat is toch wel een zware baan dan, hè? Ja, maar we zeggen rare tijden. Ja, nou, dat rare zeker. Nou, ja, het is constant 24 uur eigenlijk. Ja. Maar goed, wat is je leeftijd? Mijn leeftijd is 33 jaar. 33 jaar? Ik ben 33 jaar. Zo'n jongen, dat is toch nog een mooie leeftijd voor zo'n baan. Ik ben 33 jaar. 33 jaar? Hey, 33. En waar woont je huis? 33 jaar. Oké. 33 jaar. Ik ben 33 jaar. Zo'n jongen, dat is toch nog een mooie leeftijd voor zo'n baan. Ik ben 33 jaar. 33 jaar. Hey, 33. En waar woont je huis? 33 jaar. Oké. Waar woont je huis? Mijn huis woont nergens. Ik woon in mijn huis. Oh, je woont in je huis? Ja, gek genoeg. Kijk, we stellen die vraag vaker. En een hoop mensen reageren er steeds anders op. Maar jij doet het goed. Ik vind het leuk gereageerd van je. Oké. Maar in ieder geval, heb je nog huisdieren? Ja. Ja? Ja. En wat doe je daarmee? Niks, ik voer ze. Oh ja? Ja. Je voert ze? Hè? Ja. En wat doe je dan precies met voeren? Wat bedoel je daarmee? Nou? Wat bedoel jij met voeren? Ik geef ze eten. Je geeft ze eten? Ja. Nou, moet er niet lachen, je geeft ze eten. Hè? Ik lees toch godverdomme de krant wat je doet met die mensen. Wat denk je mij wijs te gaan maken dat je die beesten eten geeft? Je loopt ze gewoon te neuken, ja? Te neuken! En heel Nederland mag dat weten! Heel Nederland! Vuile, vieze dierenmishandelaar! Hè? Dierenseks! Nee, blijf hem af! Ik heb het hard met jou! Dames en heren, val maar binnen dan. Ja, oké, we hebben hem. Come out, Virginia, don't let me wait. You got the lick, girl, start much too late. All the sooner or later it comes down to fate. I might as well will be the one. Well, they showed you a statue, told you to pray. They built you a temple and locked you away. Ah, but they never told you the price that you pay for things that you might have done.
Deze nog niet eerder vertoonde beelden zijn gevonden in een greppel bij Maastricht. De interviewer wordt nog altijd vermist. Kent u deze man die zichzelf Richard Pothoven noemt? Neem dan contact op met de regio Utrecht politie. Tel 0800 Utrecht.